De selectie maakt zich klaar om te vertrekken naar Portugal. SC Heerenveen verblijft een week in de Algarve en keert donderdagavond 13 januari weer terug naar Nederland. Wat gaat precies het doel zijn in Portugal? Trainen op goede velden met mooi weer en goed eten, goed slapen. Dus prima omstandigheden en zo voorbereiden op de tweede seizoenshelft en doortrekken waar we mee bezig waren. Ja, veel trainen en veel rusten, denk ik. Dus, ja. Ik en de zon, want het schijnt mooi weer te zijn daar. Ik hoop dat het mooi weer is, ja. Beter dan als hier in ieder geval. Jeffrey Gouwenleeuw is een van de talenten die zich de komende week mag gaan bewijzen. 2 jaar geleden ging de 19-jarige verdediger ook al mee op trainingskamp naar Turkije. Dit jaar krijgt hij opnieuw een kans om zich te laten zien. Ik hoorde net voor de vakantie, dus ik weet het nu al zo'n 2 weken. En hoe vind je dat? Ja, leuk natuurlijk. Het is gewoon, nu moet ik me bewijzen. Dus, Is het ook een beetje vertrouwen gegeven? Want je hebt natuurlijk een goed seizoen gedraaid tot nu toe bij de belofte. Zo van, beloning eigenlijk voor het goede spel. Ja, tuurlijk. Het is toch een beloning dat ik goed bezig ben. Dus dat is alleen maar mooi. Wat wil je bereiken in Portugal? Dat ik het gewoon zo goed mogelijk doe. En dat ik daarna gewoon een vaste plek bij de selectie heb. Ja, dat zou wel fijn zijn, hè? Ja, zeker. Nou, want je kunt eindelijk weer een keer op normaal gas trainen, hè? Ja, dat ga ik wel vanuit, ja. Het is daar, het zal zijn een graad of 15, denk ik. Dus als het goed is, zijn de omstandigheden daar ideaal en kunnen we daar goed trainen. Dat is een tijd geleden, ja. Heb je er zin in? Ja, veel zin in. Succes. Dankjewel. Hey, dankjewel, jongen. In Portugal speelt de ploeg van Royans 2 oefenduels. De eerste tegen topklasser AFC en 3 dagen later is FC Utrecht de tegenstander. Jullie spelen 2 oefenwedstrijden. Je hoopt natuurlijk ook op speeltijd. Ja, ik hoop dat ik sowieso 1 van de 2 wedstrijden mag spelen. Hey Kees, gaat weder. Hoe is het met jouw Portugees? Wat zit u? Cerveza. Hoe is het met je Nederlands? Cerveza. Nee, wel Spaans. Ja, maar dat weet je er wel daar. Terug in Friesland oefent Heerenveen op zondag 16 januari nog tegen Excelsior. Op vrijdag 21 januari wordt de competitie weer hervat met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.